We hebben een groentelunch, elke dag. Omdat ik het gratis geef, zegt de belastingdienst, dat is een verkapt salaris. Dat mag niet. En dan krijg je een boete overheen van 80%. En daar ben ik op tegen. 80% is een straf. En ik doe het goede. Als mensen moeten betalen voor die maaltijd, dan gaan ze eisen stellen, dan gaan ze andere eisen stellen. Dus dan willen ze bijvoorbeeld, wat ik altijd zeg, een kadaverstaaf of bruin fruit, bitterballen, dat soort kroketten. Dit restaurant geeft dus geen verkeerde keuze. Wat je kiest, het is altijd goed. Ik wil dat mijn mensen gezond met pensioen gaan, dat mensen goed performen en lekker in hun vel zitten. En daarom doe ik dit. Ik heb vandaag een salade met aardbeetjes en gemarineerde asperges. Klein eitje erbovenop, een beetje kresten eroverheen. We maken elke dag iets verschillends. En het is eigenlijk 95% vegetarisch. Ik wil hier dus geen frisdrank in het restaurant hebben. Dat hoort niet. Dus we hebben hier water met een smaakje. En dit is een Spaanse tortilla. Dus een beetje aardappelen, uitjes, tomaat. Heel veel groenten moeten we eten. Mag wel een beetje meer. Vlees. Ik ben er heel blij mee dat ik gezonde kan eten. Ik voel me wel beter door die lunches. Maar je hebt nooit eens zin in een kroket? We hebben het weekend ook nog, hè? Ja, ik ga dit niet opgeven. Ik heb het gevoel dat ik hiermee een goed punt heb. En ik snap heel goed, als jij een slechte lunch aanbiedt, dat je die gaat belasten. Maar een gezonde lunch, dat klopt niet. Die moet je niet belasten, die moet je stimuleren. Het is gewoon ontzettend lekker.